Ja, nu komt er een YouTube-stream al in. Oké, nou, jongens. Kom je zitten? Zal ik nog even subtiel achter me even aan? Hulp dit. Ja. Ja, we zijn al live. Kijk. Hangen met van die dingen, dat is, het idee is dat je lekker kan chillen, maar dat is ook niet helemaal. Hangen aan. Dus. Hangen aan nog. Ja. Is het nu al uit, hè? Ja. 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 Nou, achter het kussen dan maar dat ding. Zo. Je ziet wel heel erg goed om de schoenen smerig zijn zo. Dat is alleen maar een mooi bruggetje voor je concertbezoek, yeah. Cultureel engagement enzovoort. Ja, yeah. Zoveel op straat gelopen. Als ik nu iets zeg tegen de mensen, bijvoorbeeld welkom enzovoort, horen ze dat dan al of niet? Oké. Ik zie Steffi overigens nog niet. Ze heeft toch mezelf aan het koord half op te hangen. Ja. Een heel akelig einde van de uitzending. Dan zijn. Ja, overleden tijdens televisie-experiment. Steffi, kun jij wat zeggen? Hallo. Hoi Steffi, kun je mij horen? Ik ben Menko, de presentator. Ja hoor, ik hoor jou leeftijd. Ah, fijn. Ja. Ik kan jou alleen niet zien. Is dat ook de bedoeling niet? Jawel. Oh. Hoor ik de andere mensen straks ook? Gaat dat dan via die boxen? Als het goed is, horen we ze via... Ah, oké. Ja. Kijk. Dit ziet er heel goed uit. Steffi, ik kan je ook zien nu. Waar zit jij eigenlijk? Thuis. Oh ja, ik zie boeken. Strategisch stapeltje opgebouwd. Ja, heel goed. Ik ben echt wel helpen om eigenlijk de winkel op in de tuin te gaan. Zie ik daar ook bubbels of niet? Of is dat wat anders? Ik sta hier ook wel, maar niet meer zitten. Zorgvuldig onder het bureau gezet. Ja. Goed idee, Peter. Ja. Dus krijg je een droom vanwege hierin. Maar weten jullie wat precies de bedoeling is? Ik ben zo op Vero, Steffi. Ik ga zo even een introductie doen van Peter. En ik ga gewoon met Peter in discussie, maar je hangt lekker bij ons. En als je iets wil vragen of wil opmerken, dan mag je dat doen. Als Amsterdamse burger en ondernemer. En ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. En ik geef gewoon netjes antwoord op vragen die me gesteld worden, denk ik. Ja. Ik wil alleen graag weten of we... Dat zijn we. Oké.
Nou, laten we dan nu maar gaan beginnen met het meest experimentele experiment dat ik in mijn AT5 carrière heb meegemaakt. En dat zegt wel iets, want bij AT5 zijn we normaal gesproken niet vies van een klein experimentje. Maar nu, online, een discussie met iemand die graag in de gemeenteraad wil. Ja. Peter Quint, hallo. Ja, dank voor de uitnodiging in ieder geval. Geen dank. Je bent ons eerste slachtoffer bij het spreken. Ja, ook nooit te beroerd om eens een keer iets uit te proberen. Nee, hartstikke goed. Je bent de nummer 3 van de lijst van de SP. Ja, klopt. En dat zou eigenlijk betekenen dat je het moet gaan halen. Daar ga ik wel vanuit, ja. Bedoel je, na alle afgelopen verkiezingen hoef je een SP'er niet uit te leggen dat peilingen nog niet echt de uitkomst zijn. Maar ik ga er wel voor 3 en een stuk meer eigenlijk. Oké, met jou gaan we praten zolang het leuk is over politiek. Dat lijkt mij heel kort misschien. Nee, ja, daarna over allerlei andere dingen dan waarschijnlijk. We hopen dat u, als u kijkt, dat u ook gaat deelnemen aan de Hangout. Dat schijnt te kunnen door een druk op de knop. U moet daarvoor wel een Google Plus profiel hebben. En dan kunt u gewoon meedoen en uw vragen stellen. Dus wij weten nog niet wie er mee gaat doen. Dat is erg spannend. Maar laten we gewoon maar van start gaan. Er is in ieder geval al 1 iemand in de Hangout aanwezig. En dat is Steffi. Hallo Steffi. Hi. Hoi. Laten we eerst eens even aan Steffi vragen. Wat zou je überhaupt willen weten van Peter van de SP? Ja, nou, ik vind niet per se van de SP, maar wel iemand die in de gemeenteraad wil. Want ik vond net mijn envelop heel slordig, had ik in een hoekje gegooid. Dit is mijn envelop waarmee ik kan gaan stemmen. Maar ik heb hem dus echt in een hoekje van de kamer gegooid. En ik vroeg me af, ja, waarom moet ik stemmen op de gemeenteraad? Wat kunnen jullie doen? Want met Books and Bibles ben ik vooral tegen aangelopen dat gemeenteraadsleden heel cool zijn en heel veel willen, maar vooral dat er heel weinig mogelijk is. Dus wat kan de gemeenteraad doen voor ons burgers en waarom moet ik hier aan stemmen? Ik geloof niet zo heel erg dat er heel erg weinig mogelijk is. Vaak als een politicus zegt dat er heel erg weinig mogelijk is, dan ziet hij vooral problemen. Volgens mij zijn er een hele hoop redenen. De gemeente die gaat over 6 miljard euro binnenkort. Nou, dan heb je het over zorg, ook wonen. Ik bedoel, ga je bouwen, ga je minder bouwen, komen er meer sociale huurwoningen, komen er meer dure woningen. Ondernemers, moeten er meer regels komen, moeten er minder regels komen. En weet je, ik snap op zich dat een hele hoop mensen soms best wel teleurgesteld zijn in de politiek. Dat ze niet echt het idee hebben dat de politiek luistert naar mensen. Maar op het moment dat je niet gaat stemmen, ben ik bang dat er sowieso niks verandert. En dan in ieder geval de partijen die het nu voor het zeggen hebben, dan gewoon blijven zitten. Ben jij ook teleurgesteld in de politiek, Steffi? Nou, helemaal niet teleurgesteld. Want juist, ik zie altijd van denken van zo'n bubbels dat we dicht moesten. Het was natuurlijk een boodschap van de gemeente, dus dat is heel vervelend. Maar de volgende dag stonden er allemaal politici die van de gemeente op het stoep en die wilde helpen en die wilde alles doen. En ja, dat is dus heel cool, maar uiteindelijk kon er niks gedaan worden omdat het allemaal nationale politiek was. Ja. Dus daarom heb ik zoiets van, mensen kunnen heel veel willen van de gemeente, maar wat voor bevoegdheden hebben jullie eigenlijk allemaal wel? Wat kun je wel, zeg maar? Wat kunnen jullie wel? Mooie vraag. Dat is uitstekende vraag. Waar ga jij je eventueel hard voor maken? Ja, wat wil jij gaan veranderen? Wat wil jij gaan doen? Ja. Wat ik een van de belangrijkste dingen vind is dat 1 op de 4 kinderen op het moment in Amsterdam groeit op in armoede. Dan heb je het echt over onder de armoedegrens die we in Nederland vastgesteld hebben. En dat vind ik echt idioot veel voor een in principe nog steeds redelijk rijke en welvarende stad als Amsterdam. En daar zou ik heel graag iets aan willen doen. Als dat wat minder zou kunnen worden, dan zou ik daar al heel blij mee zijn. Dat is natuurlijk fijn, maar hoe wil je dat doen eigenlijk? Er zijn een hele hoop manieren waarop je dat kan doen. Ik bedoel, een hele hoop kinderen die in armoede leven, hebben ouders die geen werk hebben. Want dan heb je vaak het laagste inkomen. Dus je moet er veel meer voor gaan zorgen dat mensen die nu zonder werk zitten, op een manier weer aan het werk gaan. En dan misschien uiteindelijk wel tijdelijk, want er zijn op het moment heel erg weinig vacatures, dus crisis. Maar er wordt ook heel veel bezuinigd in de stad. En wat je ziet is dat heel veel dingen die we allemaal belangrijk vinden, dat je bijvoorbeeld een conciërge op school of een klasseassistent of iemand die eens een keer een rondje gaat lopen met iemand uit het verzorgingstehuis, iemand die bij de sportvereniging even de handen uit de mouwen steekt, dat soort werk wordt nu vaak niet gedaan. Zou ik of zou de SP zeggen, help die mensen dan, geef ze in ieder geval het minimumloon, laat ze dat werk doen. Je voorkomt dat ze jaren thuis zitten, omdat ze het minimumloon krijgen in plaats van een uitkering, hebben ze ook al wat meer geld, trek je ze misschien net uit die armoede. Ja. En is de kans groter dat ze na een paar jaar weer een vaste baan kunnen vinden. Dus jullie gaan als iemand zo'n baan accepteert, hè, zo'n maatschappelijke baan, gaan jullie dat aanvullen, dat inkomen? Ja, nee, klopt. Ik bedoel, stel je zit nu in de bijstand, dan vullen we dat in ieder geval aan tot het minimumloon. Ja, ja.
Maar jullie zeggen ook in je verkiezingsprogramma dat als iemand geen trek heeft om zeg maar verplicht werk te doen, dat het dan ook niet hoeft. Ja, dat ligt wel iets anders. Kijk, je hebt sowieso, als je in de bijstand zit, is er voor ons één verplichting. Ja, namelijk, je moet werk zoeken. Ik bedoel, dat is ook logisch. Je krijgt geld en dan mag je best... Ik bedoel, het geld is prima dat het er is als je geen baan kan vinden. Maar uiteindelijk is het onzin dat we allemaal zouden betalen voor iemand die gewoon niet wil werken. Mm-hmm. Dus wat is je verplichting? Je moet solliciteren. Die regels voor wat passende arbeid is, die zijn al heel erg versoepeld. Dus ik geloof dat ongeveer bijna alles behalve prostitutie tegenwoordig passend werk is. Dus dat gaat redelijk ver. Ja. Maar wat we wel zeggen is, vind jij niet van die dingen zoals met behoud van uitkering aan het werk? Want dat is gewoon een nette manier om te zeggen voor onder het minimumloon. Ja, ja. Nou, waarom heb je de minimumloon afgesproken? Maar ja, op een gegeven moment als iemand in een traject zit waarin je toch sterk het gevoel hebt dat hij niet per se aan het werk wil, hoe zou je die dan toch aan het werk kunnen krijgen? Kijk, er zijn nu al op het moment dat iemand echt niet wil, er zijn er nu al vanuit landelijk allerlei de mogelijkheden en dat soort dingen, maar dat wil je te alle tijden voorkomen, omdat je helpt zo iemand niet, je helpt zijn omgeving ook niet door hem nog meer geld af te pakken. Door zo'n bijstand, dat is als je in je eentje bent al, is het 650 euro per maand of zo, dat is echt heel weinig. Dus dat wil je ten alle tijden voorkomen, maar als iemand nou echt niet wil en die heeft allemaal banen gekregen, banen aangeboden gekregen en die doet dat niet, mm-hmm. Ja, dan kan dat wel. Ja. Als je echt niet wil, ja, houd het een keer op. Dan zegt ook de SP, dan is het klaar. Ja, het zal moeten. Maar ik schat zomaar in, kijk, het beeld bestaat er heel veel mensen zijn die niet willen werken. Maar volgens mij zijn er nu 7 keer meer werklozen dan dat er vacatures zijn. Dus het is ook een beetje makkelijk om te doen alsof iedereen die nu geen baan heeft eigenlijk niet wil. Ja. Steffi, jij wil natuurlijk graag werken, maar dat is een beetje mislukt de laatste tijd door de regelzucht. Dat is een van de dingen waar jij heel erg druk over maakt, toch? Ja, dat is wel een beetje door moet gaan stoppen. Ja. Wat zou je veranderd willen zien? Nou, voor mij is het is dus nationale wetgeving, dus daar kunnen jullie op zich niet aan doen. Wat voor mij, wat mijn grootste stap is, dat ik ben begonnen met het idee dat ik allemaal dingen deed die mocht doen. Ik ben naar de gemeente geweest, ik heb inlichting gevraagd. Ja. Ik ben dus totaal verkeerd voorgelegd. En dat wordt nu ook wel toegegeven, omdat de regels zijn zo moeilijk en zo ingewikkeld. En ja, die begrijpen allemaal eigenlijk. Maar ja, als burger begrijp je nog helemaal niet. Dan start je een onderneming en dan blijkt dat je het dus wat ga je nu aan doen? Ik weet de participatie gaat allemaal goed en harder. Wij hebben ook zo in jouw inhoud. Ja. Maar als jullie eigenlijk eens al niet goed werken en niet de regels kennen, dan moeten wij dat doen. Wat wil jij er eigenlijk aan doen? Volstrekt terechte vraag. Ik bedoel, het is bizar dat jij naar de gemeente gaat omdat je informatie wil hebben. En dat je daar iemand te spreken krijgt die het blijkbaar zelf ook niet weet. Nee. En dat is niet alleen de schuld van die ambtenaren, het is ook de schuld van de feit dat die regels zo verschrikkelijk moeilijk hebben gemaakt. Mm-hmm. Ik bedoel, dat zijn hele boekwerken als je bijvoorbeeld een onderneming wil beginnen. En dan zou ik zeggen, probeer dat wat eenvoudig te maken. Een collega van mij, andere kandidaat SP-lijst, die had vanmiddag ondernemersdebat. Die heeft daar voorgesteld, hij noemde dat dan een paarse krokodillenbrigade. Stel zoiets in, zeg maar gewoon, daar gaan ondernemers vrijwillig in zitten en die kunnen dan zelf regels aandragen waarvan ze zeggen, ja sorry, hier lopen wij tegenaan, die zijn onzinnig. En probeer dat eens af te schaffen, kijk eens of het nodig is. Ik kan natuurlijk niet beloven dat je elke regel afschaft. Maar ik denk dat ondernemers vaak beter weten wat de regels zijn waar ze last van hebben dan iemand in de gemeenteraad. En op zo'n manier denk ik dat je een hele hoop van die regels hopelijk zou kunnen afschaffen of in ieder geval makkelijker kan maken. Veel ondernemers die denken niet, denk ik, als eerste aan de SP, hè, als ze gaan stemmen. Nee. Die denken eerder ook aan... Ook tijd dat daar verandering in komt. Ja, maar daar zal wel een reden voor zijn, namelijk belasting die geheven wordt. Als je wat wil verdienen, is het idee, en je doet dat ook, dan wordt het weer afgeroomd. Hebben jullie wel iets te bieden aan die ondernemers in Amsterdam? Ja, bijvoorbeeld dit soort voorstellen, waarbij je juist die kleine ondernemers helpt. Ik bedoel, er is ook heel veel... gedoe geweest over bijvoorbeeld het aantal koopzondagen telkens uitbreiden. Er wordt zeker vanuit VVD, D66 groep wordt gedaan alsof een hele hoop ondernemers daarop zitten te wachten. Ja, bijna elke kleine ondernemer die ik spreek, zeker in een grote winkelgebied, die zegt van ja, ik wil eigenlijk niet, maar op het moment dat de rest open gaat, ja, dan ga ik omzet mislopen. Maar ik mis wel bijvoorbeeld mijn enige vrijdag waarmee ik met mijn zoontje naar het voetbal ga of iets dergelijks. Mm-hmm. En ook bij dat soort dingen staan wij denk ik vaker aan de kant van de kleine ondernemer dan... menige partijen die de meeste mensen zien als ondernemerspartijen. Ja, ja, ja. Maar is het niet zo dat jullie dan toch bij mensen die, laten we zeggen, relatief succesvol zijn en veel geld verdienen, dat jullie daar ook veel van terug eisen in de vorm van bijvoorbeeld meer in belasting? Ieder geval. Ja. Ja, dat klopt. Al moet ik zeggen, ik bedoel, het hele verhaal gezien, ik zou liever hebben dat je bijvoorbeeld de belasting op vermogen wat meer verhoogt en die op arbeid verlaagt.
Omdat je dan, nou ja, een hele hoop geld binnen kan halen en dat je daardoor ook meer lonend laat zijn voor mensen om te werken. Maar het klopt als je bij ons, ik geloof dat wij een extra belastingschaal introduceren voor inkomens boven de 150.000 euro. Nou, ik denk dat de meeste ondernemers heel erg blij zouden zijn als ze, nou ja, überhaupt zoveel verdienen dat ze in die belastingschaal komen. Ja, ja, ja. Heb jij überhaupt ooit de SP overwogen, Steffi? Of is dat nee. helemaal niet bij jou? Nee? Waarom niet? Ja, vooral omdat ik wil ons bij landelijke van de economie. Dat verstond ik niet helemaal. Omdat ik in ieder geval het landelijke economische ja, beleid van ze niet goed vind. Dan zou ik echt rekening met mijn generatie als die opgroeit. Dus daarom zou ik het niet op zich stemmen. En waarom vind je dat niet goed dan? Ja, het is een beetje ingewikkeld, maar als je het door zou berekenen en je zou zeg maar, het beleid van de SP aanhouden, dan zou mijn generatie iets van 80% belasting moeten betalen voor zelf in de grote blijven. Dus dat is gewoon de rekening doorschuiven naar mijn generatie. Dus daar okay. En ik ben ook, ik bedoel, ik ben wel van plan om maar dat denk je omdat dat, maar de, vinden, dus. Dat denk je omdat de schuld steeds oploopt en dat je dat als laat. Ja, ja. Is dat zo, Peter? Willen jullie de laten we dan zeggen, de gemeentelijke. Ja. Begroting. Wil je die binnen de perken laten zijn? Of maakt het niet uit? Moet er meer geld uitgeven? Je zou wel moeten. Ik bedoel, je kunt niet meer geld blijven uitgeven omdat het er binnenkomt. Dat kan niet. Dat kan niemand. Nee. En dat zal je op een gegeven moment in balans moeten brengen. De vraag is wel, bijvoorbeeld als er nu extra geld over is en je zit in een crisis. De situatie hadden we pas in Amsterdam, dat er van het project nog geld over was. Dan zou ik zeggen, in deze tijd zou ik dat sneller willen besteden aan het bestrijden van jeugdwerkloosheid of nou ja, het voorkomen van ontslagen in bijvoorbeeld de zorg. Omdat je meteen nu op korte termijn midden in die crisis die schulden gaat aflossen. Ja, want maar het zal jullie hebben heel veel plannen. Ik heb het een beetje doorgelezen. Jullie willen de lasten van de arme Amsterdammer in ieder geval verminderen. Bijvoorbeeld de waterschapsbelasting denken jullie aan om die omlaag te brengen of weg te halen. Mensen die naar school gaan uit arme gezinnen, die zouden allerlei voordelen moeten krijgen, bijvoorbeeld gratis voorzieningen. Het gaat allemaal vrij weinig geld op, heb ik zo vaak, maar dat klopt. Nou, als je het bij elkaar optelt, dan kost het natuurlijk ook wel een hoop. Ja. Waar zou je dat dan van betalen? Nou, er zijn nog best veel plekken waar je in de gemeente op kan bezuinigen. Ik bedoel, we hebben, het is een beetje een technisch verhaal, maar je hebt het Amsterdam Investeringsfonds. Dat is het geld dat we met z'n allen gekregen hebben toen we Nuon verkocht hebben aan het Zweedse bedrijf. En dat geld is bedoeld om echt, nou ja, echt versterkende maatregelen voor Amsterdam te nemen. Wat je nu hebt gezien is dat het heel vaak een soort grabbelton is voor allerlei kleine projecten. Wij zeggen van nou, zet dat geld nou in om bijvoorbeeld te investeren in nieuwbouw, meer huizen. We willen ook in het ambtenarenapparaat daar nog geld weghalen. Ik wil zeker nu de stadsdelen steeds minder politiek gaan doen. Zou je er ook minder mensen nodig hebben die politiek beleid gaan uitvoeren. Die zouden ook een stuk minder gaan verdienen in jullie plannen, toch? Wie? De mensen die in die stadsdeel raden, zeg maar, wat er van over blijft. Ja, dat was inderdaad de laatste die ik wilde zeggen. Ja. We zijn nog ook op onszelf. Ja. Ik bedoel, in Amsterdam, als je de politiek ingaat, is dat iets wat je erbij doet. Dat is geen fulltime baan. Nou, daar hoef je dan ook niet fulltime voor betaald te worden. Oké. Okay. Klinkt toch ergens een beetje verontrustend, dat je iets dat je erbij doet. Maar ik begrijp het wel misschien waar je heen wil. Steffi? Mm-hmm. Heb je nog andere dingen in je persoonlijke... Ja, je persoonlijke sferen waar jij je druk om maakt, behalve dan je onderneming? Parkeren. maar dat is meer een dienstding. Nee, ik ben best wel blij hoor met Amsterdam. En ik moet ook zeggen, sinds het hele boel zoek en boel affaire, ben ik best wel blij met de politici. Ja. Dus dat vind ik allemaal wel prima. En ik ben nog steeds van, ja, wat zou jij nou zeg maar echt willen doen? Wat wil je nou persoonlijk bereiken? Nou, in Amsterdam, met de politieke baan. Ja. Waar zou je echt trots zijn als je iets kunt doen in Amsterdam? Er zijn een hele hoop dingen die wij bekijken. Ik bedoel, dat kinderarmoede, daarvan zeg je, is een beetje abstract. Ik vind het best wel concreet. Ik bedoel, ik vond het heel erg ver van me afstaan. Ik heb zelf geen kinderen. Oh, ik ben als kind in armoede opgegroeid, dus voor mij is het niet op zich niet abstract, maar wat jij eraan wil doen is wel abstract. Ja, nou ja, bedoel, dan heb je dus inderdaad gewoon heel concreet over zorgen dat die ouders weer werk hebben, over zorgen dat, nou ja, dat die kinderen een beetje geholpen worden, zodat ze, nou, laat ik iets heel concreets noemen. Je hebt het jeugdsportfonds bijvoorbeeld, wat is dat voor iets? Daarvoor kunnen kinderen uit een minimagezin, die kunnen dan met een korting of gratis naar de sportvereniging. Heel erg belangrijk, omdat ze het vaak leven ze al minder gezond, dus het is echt belangrijk dat ze...
dat ze voldoende bewegen. Maar ook B, weet je, ze vallen heel vaak buiten boord bij schoolreisjes en dat soort zaken, omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. En op die manier geven ze toch ook wat meer een sociale omgeving. En het kan sport ontzettend belangrijk zijn om team spirit, doorzettingsvermogen, om kunnen gaan met leren verliezen, zeg maar. Als Feyenoord-fan heb je dat wel geleerd? Ja, als Feyenoord-fan heb ik heel veel ervaring met leren verliezen. Ja, het is een continu terugkerend probleem. Ja, nee, ik had al verwacht dat er iets over zou komen. Dat we het gewoon niet over afgelopen zondag hebben. Nou ja, straks misschien. Maar goed. Maar dat is één zo'n heel concreet iets waarmee je, nou ja, als gemeenteraadslid ook echt iets kan betekenen voor mensen, kinderen in Amsterdam. Ja, maar dat bestaat toch al of niet? Of je niet? Ja, klopt. Wat je nu hebt is een verzameling particulier en gemeenschappelijk gemeenschap bij elkaar. En dat is dan een soort potje wat elke keer opnieuw bijgevuld wordt. En elke keer als het op is, dan moet er maar weer gekeken worden of er nog geld is. En wij hebben zoiets van, nou, maak zoiets nou echt structureel. Ja. Zorg ervoor dat je niet halverwege het jaar weer moet gaan kijken van, we moeten nog ergens geld vandaan schrapen, want er zijn toch weer meer arme kinderen die zijn gesport dan we hadden gedacht. Mm-hmm. En je zou bijvoorbeeld ook voor cultuur aan zoiets kunnen denken, dat arme kinderen ook eens een keer naar een jeugdtheatervoorstelling kunnen of naar een concert. Dat is op die manier, weet je, dat armoede niet meteen een soort van sociale uitsluiting betekent. Mm-hmm. Je houdt ook erg van muziek, toch? Ik ga zelf regelmatig naar concerten. Of het precies muziek is, daar zijn de meningen nog wat over verdeeld. Maar ja, ik zag op je Facebookpagina iets met, wat was het ook weer, Life is War of zo? Modern Life is War, denk ik. Modern Life is War. Ja. Ja, dat is vrij stevige muziek. Dat je wel aanspreekt. Nou, ik zou er niet elke dag. Dus vooral als ik morgen, ik heb nog wel een ochtendhumeur, dus dan is het wel, dan is het wel prettig om even wat stevige muziek op te zetten. Maar hoe zie je dat, zeg maar, de culturele sector in Amsterdam? Want die heeft het wel moeilijk, de laatste tijd. Maar ja, moet je daar als overheid veel in investeren? Ik denk het wel. Je hebt de afgelopen jaren gezien dat er best wel wat dingen weggevallen zijn. Door die bezuinigingen die eerst met dat kabinet van CDA, VVD, PVV. Maar hier gemeentelijk heeft de gemeente er nog flink wat bovenop gedaan. Je ziet er gewoon wel de gevolgen van. En niet alleen bij hele grote dingen. Ik bedoel, redelijk spraakmakende dingen als de Engelenbak die in één keer uit de stad verdwijnen. Maar ook kleine dingen als ik kijk van waar ik 6-7 jaar geleden nog wel eens een keer bandjes ging kijken. Wat nu alleen nog maar cafés zijn bijvoorbeeld. Ja. Dan zou je ook willen kijken van zou je bijvoorbeeld daar voor cafés niet die regels een stuk makkelijker kunnen maken. Dat die sneller eens een keer kunnen zeggen van joh, moet de kroegen langer open blijven? Ik ben ervoor dat in principe die openingstijden worden vrijgegeven, mits je je normaal gedraagt. Kijk, op het moment dat je, ik vind het heel raar dat je nu een kroegbaas die zich prima gedraagt, die netjes op zijn gasten let, die ervoor zorgt dat ze niet al te veel herrie maken als ze naar huis gaan, die moet even laat dicht als een kroegbaas die er een bende van maakt. En ik heb zoiets van, als niemand er last van heeft, blijft dan lekker open. Ja. En op het moment dat de buren er last van hebben en je maakt er keer op keer een bende van en er is telkens gedonder voor je kroeg, dan grijp je als overheid in. Maar in principe. En dan onbeperkt, dus mag je dan zelf weten tot hoe laat je open blijft? Of? Ja, waarom niet? Ik bedoel, als niemand er last van heeft, vind ik het prima. Maar krijg je dan niet hetzelfde als met die winkeliers? Dat kroegbazen dan denken van ja, ik moet wel open blijven. En het belangrijke verschil daarin is denk ik dat kroegbazen, weet je, die verdienen in de nacht. Ik bedoel, dat is bij uitstek denk ik een beroepsgroep die vooral dan zijn geld verdient. Ja. Dus ik denk dat die het niet zo erg zullen vinden. En je kan kijken op het moment dat jij om 3 uur denkt van nou, er zitten nog maar 2 mensen in mijn kroeg, het is mij de moeite niet waard, dan kan je hem dicht doen. Ja. Dan moet je vooral prima zelf weten. Ja. Maar ik zou niet weten waarom je dat een ondernemer zou willen verbieden als die niemand lastigvalt. Ja. 2 mensen in de kroeg, 2 mensen in de hangout zou al fijn zijn. U kunt nog meedoen. Doe dat. Via, komt er al bij. Ja, als u al kijkt, kunt u gewoon beginnen. Guido, hoe is het ermee? Zijn er al mensen die überhaupt iets van zich hebben laten horen? We zitten nog steeds in het experimentele fase gebeuren. Nou. Geert, waar ben je? Even in, Geert. Ja, en dan praten wij gewoon vrolijk verder met Peter Quint, nummer 3 van de SP, die, als we de peilingen mogen geloven, het wel zal gaan redden. Daar ga ik wel vanuit, ja. Ja. Met wie zou je dan in het college willen zitten, mocht je het gaan redden, ook dat nog? Ja. Ja, kijk, het is verschrikkelijk lastig om het nu te zeggen. Het liefst wil je natuurlijk met partijen die ideologisch dichtbij staan. Maar ja, uiteindelijk wil je ook gewoon, onafhankelijk van de uitslag, wil je graag meebesturen, omdat je dan toch, nou ja, hoopt het verschil te kunnen maken. Ja. Maar dan zullen we het wel, ik bedoel, we gaan niet ten koste van alles om maar in het college te zitten
aanschuiven, zeg maar. Nee, maar je moet wel ja, zeggen hebben. Laten we zeggen, de PvdA is dan nog een redelijk voor de hand liggende partij. Die staan niet zo verschrikkelijk ver van jullie af. Maar D66, daar ageer jij al wel tegen. Ja. Ja, daar ben je niet echt blij mee als ik dat zo op Twitter zo lees. Nee, maar over de PvdA ook regelmatig onvriendelijke dingen op Twitter gezegd. Daar ben je eigenlijk ook al geen fan van. Nee, wat dat betreft zeg ik lelijke dingen ongediscrimineerd over welke partij. Okay. Daar maak ik geen onderscheid in. Nee, maar dat is natuurlijk waar. Ik bedoel, als je kijkt naar dingen die voor ons belangrijk zijn voor de SP. D66 wil snoeihard bezuinigen op armoedebestrijding. Die willen de helft van sociale woningbouw in de verkoop doen. Ja, dan ben je met ons vrij snel klaar. Dat is niet echt wat. Dat gaat rechtstreeks in tegen wat wij met de stad willen. Maar ik denk dat de VVD ook geen echte ideale partner is voor jullie. Nee, dat komt 99% overeen met D66. Dus dat. Hey, wat krijgen we nou? Ja. Er wordt iemand aan de hangout toegevoegd. Dag Toon. Toon, hallo. Hallo. Hey Toon. Kijk, daar is die. Ik zit hier met Peter Quint van de SP, zoals je misschien wel gezien hebt. Kun je het goed volgen, het debat? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik kan het prima verstaan. Ja, gaat hartstikke goed. Ah, fijn. Heb je een vraag voor de SP of voor Peter? Ik luister nog even mee en misschien dat ik zo even inbreek. Oké. Nou, tot zo dan. Ja. Oké, nou, waar waren we gebleven? D66 gewoon. Ja, wie dan uiteindelijk moeten gaan besturen? Want je zit natuurlijk aan de kant, hè, aan de linkerkant. Dan blijft er ook niet zo heel veel over om mee samen te werken, toch? Ik bedoel, er zijn op zich genoeg steden in Nederland waar we ook met andere partijen samenwerken. Dus ook niet altijd met de PvdA en GroenLinks. Dus soms ook met D66, soms ook met de VVD. Maar dat zal niet makkelijk zijn. Uiteindelijk zou je toch een college moeten vormen. Ja. Maar dan zullen je bent ze nog ook, als je straks bijvoorbeeld in plaats van 3-6 zetels haalt, wat nu misschien het geval zal zijn. Ik hoop nog op wat meer, maar. Oké, stel je nog meer. Dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen, wordt al gezegd. Hè? Dan moet je ook je constructief opstellen in. Dat zal ook moeten. We zitten en wat gaat er dan als eerste sneuvelen? Wat voor punt? Ja, op het moment dat het zover is, dan kom ik graag hier aan tafel de coalitieonderhandelingen doen. Maar je kunt ook via de hangout doen. Als ik het nu al tegen jou zeg, dan weet ik in ieder geval zeker dat ik die in de onderhandelingen al kwijt ben. Okay. En dat. Nee, maar we hebben na 20 jaar in de oppositie gezeten. Ik vind het wel tijd is voor wat verandering. Je zou het wel willen, ja. Ja, tuurlijk. Ja. Steffi? Je bent er nog, hartstikke fijn. Ben jij überhaupt nog wel eens bezig met wat er in de Stopera gebeurt? Of laat je dat meer aan je voorbij gaan? Want wij hebben soms wel het idee dat lang niet alle Amsterdammers überhaupt weten wie ze vertegenwoordigen. Klopt. Ik had echt eerlijk gezegd geen idee hoe die mensen zich moeten verdiepen. Ik dacht, wie zijn dit? En ja, pas toen ben ik me een beetje gaan verdiepen en is het überhaupt van houdt aan van Stopera spreken. Ja. Dus ja, hoe komt dat eigenlijk, dat je dat niet weet? Is dat desinteresse of denk je dat het niet goed wordt uitgedragen, de boodschap? Ik denk een soort combinatie van beide. En voor mij ook wel het gevoel dat ik denk van ja, wat kan de gemeente nog? Ik heb zelf het gevoel dat er Nederlandse regering ook iets kan doen, dat ze met de EU zeggen. Dus van ja, dat is voor mij heel erg. En ja, aan de andere kant, ik stem meer zeg maar ideologisch. Dus dat is waarom ik niet SP zou stemmen, ook al heb je op gemeenteniveau wel de beste idee, wie weet. Maar het is gewoon dan wat ik, als ik al zou stemmen. Ik hoor al een klein beetje verschuiven. Ja. Denk je dat Peter je nog kan overtuigen vanavond? Of gaat het er gewoon niet in zitten? Gaat het sowieso proberen. Oh nee, sorry. Kansloze missen, Peter. Dat zullen we nog wel eens zien. Oh, oké. Okay. Volgens mij ben ik aan het skiën dan, dus volgens mij kan ik ook niet stemmen. Oh, dat wordt lastig dan vanaf de piste. Ja, je kan altijd een vriend of een vriendin machtigen, hè? Je gaat helemaal door het beste. Oké, maar dat is natuurlijk wel een probleem. Veel mensen weten niet of interesseren zich niet of worden niet geraakt door de lokale politieke boodschap. Ja, kijk, weet je, op het moment dat mensen niet geraakt worden door de lokale politiek, prima. Ik bedoel, op het moment dat je helemaal geen last hebt van de lokale politiek, dat je niet tegen dingen aanloopt. Ik bedoel, ik heb liever ook niet dat de lokale politiek mensen in de weg gaat lopen. Maar het punt is, er zijn heel veel mensen voor wie het wel van belang is. En dat denk ik inderdaad dat lokale politieke partijen dat gewoon veel beter moeten doen. Dat die veel beter moeten uitdragen. Joh, dit zijn de dingen waar ik voor sta. Dit zijn de keuzes die mijn partij wil maken. En als je dat ook vindt. Kun je een aantal voorbeelden noemen van waar de gemeente voor burgers zeg maar bepaalt? Want dat wordt steeds meer natuurlijk.
Ja, nou ja, bedoel, je hebt op de hele inrichting van de zorg, bedoel, er komt een hele grote bezuiniging voor de thuiszorg aan. De hele inrichting van de jeugdzorg komt ook vanuit Den Haag naar de gemeente toe. Maar ook gewoon hele simpele verdeling tussen koophuizen, vrije sector huurhuizen, sociale huurwoningen. Daar gaat de gemeente ook over. Waar je trams en je bussen naartoe rijden, tot hoe laat dat gaat. Het zijn allemaal dingen waar, nou, dat laatste, bedoel, de gemeente gaat niet de hele dienstregeling in zitten vullen. Maar heeft daar wel invloed op. Ja. Nou, bijvoorbeeld. Het is ook een dingetje wat in jullie partijprogramma staat. Hè? Dat je, er staat dan, het GVB is van de Amsterdammer. Ja. Dus moet democratische zeggenschap komen daarover. Wat bedoelen jullie daarmee eigenlijk? Nou ja, dat bedoel, het GVB, daar zijn we eigenaar van met z'n allen. Nou, dat betekent dus dat wij met z'n allen als eigenaar daar ook invloed op zouden moeten kunnen uitoefenen. Dus dat je gewoon mee kan praten in een raad van mensen die daar actief bij betrokken zijn, bijvoorbeeld, van over nou, welke bus zouden bijvoorbeeld ergens anders naartoe moeten rijden. Zou er niet eens een keer een nachtmetro moeten komen, om maar eens iets maar te doen. Maar dat wordt een soort van comité van burgers die zich dan... Zo is. En wordt het dan gaan ze aanbevelingen doen of gaan ze echt opdrachten geven? En moet GVB daar dan naar luisteren? Of? Nou, het zou mooi zijn als ze er naar gaan luisteren. Maar moet het ook? Moet het wettelijk geregeld worden, bij wijze van spreken? Ja, dan kom je weer in zo'n discussie, moet het wettelijk geregeld worden en dan... kan je dat afdwingen, maar ik denk dat het GVB die is er toch ook bij gebaat dat ze tevreden eigenlijk eigenaren hebben en ook gebruikers hebben. Ja. En op het moment dat er nu, als ik woon zelf in de Bijlmer, als ik de nachtbus naar huis neem bijvoorbeeld, en ik zie hoe vol die zit, dan denk ik van nou, ik zou het wel eens een keer willen zien om die nachtmetro ook eens een keer te proberen. Ja. Kijk, mensen zeggen nu altijd, dat kan niet, dat is te duur. Ik zou zeggen, probeer het een keer. Ja. Dat je gewoon eindelijk kan zien en als er na 2 jaar blijkt dat het inderdaad onbetaalbaar is, oké, dan moeten we er alsnog mee stoppen, maar... Als ik zie hoe vol al die nachtbussen de hele nacht zitten, en ik moet zo ongeveer tot aan het eindpunt, dus ik zit een hele tijd in, dan denk ik van, nou, volgens mij moet je er best een aardig mee kunnen komen. Probeer het maar eens. Ja. Maak je de zijkanten van de stad ook wat aantrekkelijk. Ja. Steffi, is dat iets waar jij je ook mee bezighoudt? Dat je denkt van, hey, laat die nachtbussen of nachtmetro's rijden, of de zorg werd net nog aangestipt. Is dat iets wat je nu al bezighoudt? Je bent natuurlijk nog jong en sterk. Ja. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben 1 keer met de nachtbus door binnen gegaan, dus echt met een damage, dus dat doe ik wel weer. En meestal zijn ze wel, Ja, dat lijkt geen metro, hè? Nee. Maar ik voel het wel lekker door gegaan. Ja. Ja, voor jou, ja, dus het is voor jou niet echt een thema. Wat is in Oud-West, wat vind je bijvoorbeeld ergerlijk in Oud-West, of wat vind je... Juist fijn. Het is natuurlijk een mooie wijk, maar zijn er dingen die veel beter kunnen? Nee, ik vind het echt een hele mooie wijk. Ik woon nu voor in de wijk en dat vind ik echt een heel klein. En met alle afval is daar nog vandaan. En dan kom je hier en het is zo gezellig en schoon. En ik vind hier ook natuurlijk veel beter, gewoon gezelliger. En mensen zijn veel aardiger. Nee, ik ben heel erg welkom en weer. Oké, dus het is helemaal niets waar je nog klachten over hebt? Ja, ik wil graag ooit een auto, dat gaan we straks terugkomen, dat ben jij niet. Maar ik heb nu net jullie verstandpunten bekeken. Mm-hmm. En ik zag dat jullie vonden dat wij niet met 75% hoger parkeervergunningen kunnen staan. Is met parkeervergunningen hoor, ik stond ook alleen parkeervergunningen. Een van jullie standpunten voor mijn buurt, ik keek even wat de punten waren voor mijn buurt, is dat parkeervergunningen niet met 75% verhoogd mogen worden. Oh. Dat de lasten van de parkeervergunning niet met 75% omhoog moeten. Hoe denken jullie daar in zijn algemeenheid over? Over het parkeren in Amsterdam? Dat is natuurlijk altijd wel een issue, hè, bij de Amsterdammer. Ja, klopt. Ja. Ik bedoel, dat is... kijk, weet je... ik zou zeggen, voor als bezoeker... Die wil je het liefst met die auto buiten de binnenstad houden. Waarom? Ik bedoel, daar heeft die bezoeker uiteindelijk ook profijt van. Niemand heeft er zin in om voor 5 euro per uur... Misschien is die bezoeker wel 85 jaar oud en kan niet... En daarom ga je niemand aan de poort tegenhouden en moet het gewoon kunnen voor mensen die dat nodig hebben. Ja. Maar ik zou dan zeggen, investeer dan door nu hele dure parkeergarages. Die dingen die kosten tientallen miljoenen per stuk, die worden aangelegd binnen de ring. Ik zou zeggen, voor dat geld langs de ring, maak er van die mooie PNR-terreinen van. Geef mensen een gratis kaartje de binnenstad in heen en weer. En dan denk ik dat het voor die oude man of vrouw van 85 een stuk makkelijker wordt om een parkeerplaats te vinden. Ja. En parkeervergunningen, kijk, dat is gewoon een administratieve handeling. Die moet kostendekkend zijn. Daar hoeft de gemeente niet per se geld aan te verdienen. Daarom zijn we tegen die verhoging met 75%.
Ja, maar je moet toch ergens je geld vandaan halen, Peter? Want ik heb nog steeds niet echt gehoord waar al die mooie plannen nou van betaald worden. Ja, ik was al druk begonnen met de ambtenaren, met het investeringsfonds. Ja, ja. Met... ja. Denk je dat je daarmee haalt? Want het zijn natuurlijk wel... En dat gaat hard. Heb je dat echt berekend? Miljoen. Is het allemaal al onder de streep? Ja, we hebben allemaal plus en min in de gemeentebegroting zitten maken. En dan zou je uit moeten komen. Kijk, het is heel erg lastig, omdat een hele hoop dingen... Het bizarre is dat in Den Haag het kabinet zegt... we gaan heel erg bezuinigen op zorg. En jullie krijgen daar de verantwoordelijkheid over. Ondertussen weten ze nog steeds niet hoe dat precies die omvang is. Ja. Ik vind dat die bizar voor woorden. Want het lijkt mij heel belangrijk voor mensen... zeker die ermee te maken hebben om een keuze te maken 19 ja. maart. Ja. Dus het zal voor iedereen uiteindelijk lastig blijven hoeveel dat precies wordt. Dus nou, dan bouw je maar een masje en dan hoop je dat het niet nog erger wordt. Nee. Of nog beter, dan hoop je dat die bezuiniging daar van tafel gaat op bijvoorbeeld de thuiszorg. Ja. Intussen in de hangout aangeschoven was Toon. Toon, kun je me nog horen? Volgens mij is Toon even naar de koelkast gelopen. Ah, daar is die. Hey Toon. Heb je ondertussen meegeluisterd? Heb je dit nog een mening of een vraag geformuleerd? Nee, nou, ik zit op Twitter te kijken en daar is een discussie over parkeren in het Diemerpark op Eiburg. Ja. Vindt de SP daarvan? Jezus, dan zit ik even te denken, want ik heb daar toevallig pas een partijgenoot van mij uit Oost over gehoord. Want volgens mij, als ik mij niet vergis, was dat gekoppeld aan die sportvoorzieningen daar. En duurt het nu heel erg lang voordat die sportvoorzieningen eindelijk aangelegd worden. Omdat er nog een hele discussie gaande is over die parkeerplaats in het Diemenpark. Pin me er niet op vast, maar gevoelsmatig zeg ik dat een park niet gemaakt is om in te parkeren. Nee, nou duidelijk. Ja. Dankjewel, Toon. Zijn er nog plannen voor Eiburg? Geef jij het even door op Twitter in ieder geval. Ja, ik zat even... Heb je nog verder, hoe gaat het verder met Eiburg? Wat zijn je plannen daarmee? Ja, nou ja, bedoel, wat je ziet is dat Eiburg loopt gewoon qua voorzieningen heel erg achter. Dat is heel erg jammer. Dat je ziet, sportvoorzieningen schieten tekort. En daar zou ik gewoon heel erg in willen investeren. Er wordt al tijden gepraat over een zwembad wat daar moet komen. Nou, het geld wat daar al tijden voor op de plank ligt, dat dreigt nou uitgegeven te worden aan een ander zwembad. Ik vind dat zonde. Ik bedoel, die wijk die is gebouwd echt als onderdeel van Amsterdam. En dan vind ik dat daar ook gewoon de voorzieningen bij horen. Zoals een... Nou, fatsoenlijke sportvoorziening. Je hebt ook zo'n Johan Cruijff-koord die verdwijnt. En dan heb ik zoiets van, jongens, als je van die wijk wat wil maken, dan moet je, behalve dat mensen daar kunnen wonen, moeten ze er ook kunnen leven. Toon, is dat zo dat er, jij woont op Eiburg, nou, dat er te weinig te doen is? Nee, hoor, de berichten zijn soms een beetje negatief, maar je hebt uitermate naar mijn zin en er is genoeg... Dat is alvast heel mooi. Er zijn genoeg mensen die dingen ondernemen en mooie initiatieven ontplooien, dus... Ik heb zelf helemaal niks te klagen eigenlijk. Sporten kan je ook. Je liefst natuurlijk. Je kan in mijn park inrennen en dan heb je ook genoeg ruimte. Dus. Ja, klopt. Maar wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld bij de voetbalverenigingen nou hele lange wachtlijsten zijn. Omdat er niet genoeg velden zijn. En dat vind ik heel erg jammer. Ik bedoel, je bent heel blij dat er heel veel mensen in Eiburg willen gaan voetballen. En dan zou ik zeggen van ja, weet je, vergeet die discussie over die parkeerplaats. Want daar is nu aan gekoppeld. En begin in ieder geval alvast ja, met mensen die... mensen die gaan sporten moeten ook parkeren natuurlijk, Peter. Ja, maar tegen de tijd dat die voetbalvelden er eindelijk liggen, dan bedoel, er is al wat parkeerruimte. Hè? Het is niet dat er helemaal niks is bij die voetbalvelden. Ja, ja, oké. Okay. Dan even een ander onderwerp. Steffi, criminaliteit is ook een belangrijk ding natuurlijk. Heb jij je wel eens onveilig gevoeld op de Amsterdamse straten? Nee, ik heb echt serieus een keer de hele dag in mijn voordeur, ik ben aan de overdoom, de hele dag in mijn voordeur open laten staan, niks gebeurt. In de auto, met mijn moeder in de auto zitten aan de overtoom, zijn gewoon de brievenbus gegooid. Want dan is het ook heel dorp. Dus eigenlijk denk je dat het wel heel erg meevalt met hoe het in Amsterdam aan toe gaat met al dat criminele gedrag? Ja, nou, ik woon hier denk ik gewoon goed. Ja, ja. Ja. We zullen maar ja. niet precies zeggen waar, want dan zijn ze wel binnen. Nee, inderdaad. Nee, maar ik voel me helemaal niet van pijn. Er is omdat er zo drugs op staat en er is altijd veel voor politie. Weet je, als je naar het Leidseplein loopt. Dus... Ja. Ik ben daar wel blij mee aan. Is het wel een ding waar jullie je druk over maken? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, natuurlijk maak je je er druk over. Kijk, ik woon zelf in de Bijlmer. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, ik heb daar ook nooit hele akelige dingen meegemaakt. Maar je ziet hem wel, als ik naar huis loop, dan kom ik voorbij zo'n bordje op het fietspad, weet je wel. Dan staat er zo'n mobiele telefoon met use it, lose it, weet je. Zo van, nou, dan hou je telefoon maar even in je broekzak zitten, ja. Want mogelijkerwijs wordt die gejat. Ja, eigenlijk vind ik dat een soort van woorden. Ja. Ik bedoel, hou je daar aan dan?
Nee, ik ben redelijk vergroeid met mijn telefoon, dus ik heb dat ding toch wel in mijn hand uiteindelijk. Dus dat, nee, natuurlijk hou ik me daar niet aan. Maar ik vind het wel, je geeft als gemeente wel een heel raar signaal af. Veiligheid is een taak van de overheid, van de gemeente. Dat je dan gaat zeggen van, nou, als je een telefoon hebt, hou die maar in je broekzak, want anders kan er wel eens wat gebeuren. Ja. En dan, ja, dan denk ik, bedoel, ze hebben bij ons in de buurt ook regelmatig van die hele grote preventief fouilleeracties gehad. Er staan er 25 man in dat metrostation. Ik denk van, nou ja, als er twee daarvan gewoon af en toe over dat fietspad zouden lopen, dan zou dat bordje ook weg kunnen halen. Mm-hmm. Dan zou ik liever op zo'n manier in veiligheid investeren, dat er af en toe eens een keer een agent door de buurt loopt die een beetje, nou ja, die een beetje de mensen kent, die ook weet wat gastjes, want het zijn meestal jongens, zijn die problemen veroorzaken in zo'n wijk. Dan kan je een beetje in de gaten houden, kan je een praatje maken met de ouders. Ik geloof daarin, ik denk dat dat meer werkt dan met 25 man in een metrostation gestaan. Ja, ja. En als je kijkt bijvoorbeeld naar, laten we zeggen, heel veel mensen hebben daar misschien niet per se last van, maar het zijn wel even de heftigste dingen die je kan meemaken als je er langs loopt of in de buurt bent. In januari zijn er bijvoorbeeld weer, ik kan het niet precies, misschien wel vijf, zes liquidaties geweest in Amsterdam. Dat zijn toch ook wel dingen. Ja, natuurlijk. Wat kun je daar aan doen? Als het is verschrikkelijk moeilijk, omdat wat zijn die liquidaties? Dat is vaak georganiseerde criminaliteit. Ja. Dus dat is ook, weet je, de VVD doet af en toe wel eens alsof je dat soort incidenten voorkomt door heel vaak preventief te gaan fouilleren. Nou, er is niemand die professioneel een andere crimineel om gaat leggen, die met zijn pistool in de metro stapt en die dan bij het uitstappen van de metro denkt van, god, daar staan 20 agenten, laat ik even doorlopen en mezelf laten fouilleren. Dus je hebt daar eigenlijk geen antwoord op? Jawel, ik denk dat je daarbij juist meer moet investeren in recherche, in onderzoek, in je echt verdiepen in hoe zo'n criminele structuur loopt, hoe de drugshandel loopt, hoe de wapenhandel loopt. En daar hou je meer tijd voor over als je niet al te veel tijd kwijt bent met papierwerk, bureaucratie, preventief fouilleren en van die hele grote groepsoperaties. Ja, oké. Dus preventief fouilleren sowieso niet meer als het aan jullie ligt? Nou ja, kijk, ik bedoel, het moet een doel dienen. En ik denk dat het vaak niet de meest effectieve methode is. Kijk, in hele uitzonderlijke gevallen als een hele wijk. Ja, beter? Nou, liever niet, maar nee. Maar soms wel. Als het ja of nee, ja, maar jij zegt ja of nee. Ja, nee, dan maar goed, ja, nee. Nee, je zegt soms, ja. Soms vind ik alsof, dat kun je altijd nog zeggen, ja, laten we het toch maar doen. Dat is dan altijd zo. Ja, maar dat is precies wat ik wil lekker. Zeggen. Ik wil graag horen, liever wil we gaan het niet, wel doen of we gaan als een het... Hele, als een hele wijk bijvoorbeeld al een hele lange tijd last heeft van toegenomen vuurwapenincidenten, dan ga ik niet zeggen van, op principiële gronden mogen jullie dat niet doen. Okay. Als nodig is, dan moet het. Maar ik vraag me af hoe nuttig het is. Ja. Ja. Het duurt een half jaar voordat je één vuurwapen gevonden hebt als agent. Hè? Dat is een half jaar aan manuren. Ja. Voor één agent om bij al die preventief fouilleeracties een wapen te vinden. Nou, als je mij een half jaar geeft, dan denk ik dat ik, nou ja, als je een beetje erin verdient, dat je dan een stuk meer wapens gevonden hebt. Okay. Op een andere manier dus naar kijken. Guido, hoe is het met de hangout intussen? 32 kijkers. 32 kijkers, welkom allemaal. Nou, daar ben ik echt heel erg blij mee dat u allen bent aangehaakt. Oké. Okay. Maar die 32, u kunt dus meedoen, hè? Als u zit te kijken. U kunt gewoon meedoen als u klikt op deelnemen aan op de website van AT5. Er staat gewoon een link en dan kunt u meedoen. Dus waarom eigenlijk niet, als u nog vragen heeft aan Peter Quint van de SP? Ik begreep van Toon dat er ook al druk getwitterd werd. Ja, dat zijn we ook intussen aan het volgen. Robin, heb je daar nog iets van gehoord? Ja, dat hebben we eigenlijk net besproken. Ja, dat sloot uit. Die mensen die zullen heel erg tevreden zijn. De veiligheid, dus ze zullen nu al happy zijn. Ja. Ja. Had je goed aangevoeld? Nou ja, soms heb ik zo mijn momenten. Steffi? Mag ik nog iets vragen? Ja. Want het staat nu heel mooi op AT5 Twitter inderdaad dat het nooit een kleine lijn en dat weet ik niet meer benieuwd, maar dat is een ander. Maar ik weet, ik voel me wel een veilige infiltreer. Want hier op de overtoon, ja, dit is gewoon een hele straat. Ja, je mag 50 rijden, maar ja, snel ben je veel harder, veel meer fracties. Het is geen enkele enkel. En ja, laat is ook gewoon overleden hier. Ja, klopt. Ja, ik heb zelf op de Overtoom gewerkt bij, even kijken, het heet tegenwoordig Amsterdam geloof ik, naast het revalidatiecentrum in die gehandicapte instelling. En dan merk je ook, bedoel, je merkt dat met alle kruisingen, met al het verkeer wat elkaar, die hele smalle fietspaadjes, mensen die over de weg heen schieten, trams, taxis. Het is gewoon super onoverzichtelijk en best wel gevaarlijk. Je hebt meer van die, de kruising met de Constantijn Huygens is ook gewoon... Ja.
Nou ja, ik bedoel, volgens mij staat, wanneer was het? 2 jaar geleden nog een meisje in de blinde bocht van een vrachtwagen. Ondanks dat iemand overleden op de auto. Ja. En dat, ja, ik bedoel, het is zeker s'nachts wordt het gewoon een racebaan. En dat is echt levensgevaarlijk. Nou, wat te doen, Peter? Nou ja, bedoel, je moet sowieso die kruisingen overzichtelijker maken. En ik zou er wel heel erg voor zijn dat je, bijvoorbeeld die taxichauffeurs die s'nachts met 90 door de binnenstad scheuren, die mag je van mij heel snel van de weg afhalen en een torenhoge boete geven, want het is gewoon levensgevaarlijk. Ja, maar in zijn algemeenheid, als je kijkt naar het verkeer in Amsterdam, er is veel druk, verkeersdruk. Ja. Ja, want bijvoorbeeld, je wil niet helemaal af van de auto's en de mensen moeten nog steeds... Stad moet bereikbaar blijven. Ja, voortbewegen, ook per auto in Amsterdam, dat is wel het standpunt van de SP, maar... Zeker. Ik zie ook dat jullie veel meer willen gaan doen aan bijvoorbeeld fietspaden vrijmaken, aanleggen. Hoe zie je dat precies? Nou ja, door juist die fietspaden vrij aan de weg. Dus niet zo'n smal rood asfaltballetje ernaast, zeg maar, waarbij je nog een zijspiegel tegen je arm krijgt. Maar door ze los van de weg neer te leggen, krijg je dus minder, minder contacten met zo'n automobilist. En je kan ook bijvoorbeeld op andere tijden, weet je, bijvoorbeeld die vrachtwagens. Ja. Als je op andere tijden een woning gaat bevoorraden. Een winkel gaat bevoorraden, dan zorg je ook dat die er niet tussen alle fietsers door hoeven te rijden, 's morgens vroeg in de spits bijvoorbeeld. Oké, we komen straks dan weer op verder. Ja. Ik wil even Harald welkom heten. Hallo Harald. Kun je ons horen, Harald? Proost. Ja, kijk, dat ziet eruit sowieso als je ons hoort. kun je ons goed horen? Ja hoor. Kijk. Heb je ook nog een vraag aan Peter Quint van de SP of iets dat je dwars zit in Amsterdam? Als hij niet wat voor een baan gaat hij dan zoeken? Wat ga je doen als je het niet wordt? Nou, ook als ik het wel word, moet ik een nieuwe baan zoeken. Juist omdat ik ben nu voorlichter voor de SP-fractie en ik ga niet en voorlichter en raadslid tegelijk worden. Dus ik zal sowieso wat ernaast moeten gaan zoeken. Ik vind het wel leuk dat je dat vraagt. Dus mocht er nog iemand... iemand zoeken die filosofie gestudeerd heeft, buitengewoon goed op een bank kan hangen en best vaak twittert. Ik zou zeggen, stuur me een berichtje via Twitter. Social media manager bij Heineken? Wat zei je? Social media manager bij Heineken? Ja, die doen al hele gave dingen op social media regelmatig, dus dan wordt de lat wel redelijk hoog gelegd. Ja, ik heb 8 jaar naast mijn studie in de gehandicaptenzorg gewerkt. Dat vond ik fantastisch om te doen. Zou ik best leuk vinden om dat een paar dagen per week weer te gaan doen. Andere kant, ik heb de afgelopen jaren wat dingen met campagnes gedaan, vond ik ook heel erg leuk, zou ik ook graag mee door willen gaan. Maar ik vrees eerlijk gezegd dat ik tot de verkiezingen er niet heel erg aan toe kom om er heel lang over na te denken, maar ik ga daarna op zoek naar wat anders. Ja, nog iemand erbij, zie ik. Het loopt storm ineens. Ja, onze eigen politiek wonderkind, Vincent van Rijn, welkom. Dankjewel, ik zat op de fiets, dus ik heb het niet helemaal kunnen meekregen, maar kunnen jullie mij horen, gaat het allemaal goed? Nou, we hebben het idee van wel. We hebben zelfs al een volslagen onbekende en zeer goede vraagstellende gast Harald in de hangout. Dus en wat Toon net al. En Toon, dus het gaat goed. Ja, maar bij mij komt dat omdat ik met Chair Bakker wel eens een biertje drink. Oké. Kan ik iedereen aanraden. Hey Peter, is het al gegaan over na de verkiezingen? Want jullie willen natuurlijk graag meebesturen. Ja. Misschien is het al overgaan, maar gaat het ook echt gebeuren deze keer of blijft dat weer bij loze woorden? goeie open vraag dit, Vincent, dankjewel. Kijk, wat mij betreft gaat het wel gebeuren. Kijk, als je niet de ambitie hebt om ooit het stadsbestuur in te gaan, dan kan je net zo goed niet meedoen. Het is ook niet zo dat je vanuit de oppositie niks kan, maar het liefst. Ja, na 20 jaar oppositie hoop ik wel dat wij nu een keer aan de beurt zijn. Maar ja, heel reëel zijn. De beste manier om in het college te komen is om onvermijdelijk te worden. Om dus gewoon zo groot mogelijk te worden na de verkiezingen. Dus eerst dat. Maar ja, het is zeker de ambitie om daarna het stadsbestuur in te gaan. Ja. En wie worden jullie dan jullie wethouderskandidaten? Ik zou het werkelijk waar niet weten. Ik niet in ieder geval. Wil je nog geen wethouder worden, Peter? Ik zou nu nog geen wethouder willen worden, nee. Ben je daar nog niet kundig genoeg voor? Ja, dat mogen andere mensen graag beoordelen. Maar ik zelf niet. Ik denk dat wij mensen met meer ervaring hebben die dat beter zouden kunnen. Plus, weet je, ik sta nu op de kandidatenlijst voor mijn eerste periode als raadslid. Ja. Steady as she goes. Oké. Ik heb geen haast. Peter Quint wordt geen wethouder. Dat hebben we nu toch maar even ontlokt. Wat zei je?
De heer Evans, staat die op de nominatie? Ja, dat lijkt mij een hele goeie, maar volgens mij is hij als lijsttrekker degene die dat soort lijstjes zou gaan maken, Vincent. Oh. Er is weer iemand bijgekomen, zie ik trouwens. Het begint nu echt lekker te lopen. Even kijken wie dat is. Steven? Yes. Hoi, kijk, Steven. Hi, Steven. Goeie heb jij nog avond. Een vraag voor Peter van de SP? Ja, ik heb een vraagje over Ajax. Wat vindt de SP ervan? Wat gaat er gebeuren als Ajax kampioen wordt? En er komt een huldiging, neem ik aan. Ben je daar bij, Peter, dan? Ik denk, nee, totdat ik burgemeester word, denk ik niet dat ik daarbij ben. Oké. Okay. Het ligt er ook een beetje aan wanneer het is. Hè? Het is wel een serieuze vraag natuurlijk, want er moet altijd, elk jaar is er weer een huldiging. Tenminste, wat bedoel je met wat gaat er na het kampioenschap gebeuren? Waar is de huldiging? Poeh, in een ideale wereld is die huldiging op de plek waar de meeste supporters hem willen hebben en dus op het Leidseplein. Maar gezien de keren hoe dat, tenminste gezien de geschiedenis van hoe dat een paar keer gegaan is, heb ik er wel begrip voor dat het de laatste keren bij de Arena geweest is. Maar volgens mij moet uiteindelijk altijd het streven zijn om dat gewoon in het centrum waar iedereen er makkelijk bij kan zijn, midden in de stad te doen. Maar ja, dan ligt er ook nogal een verantwoordelijkheid bij de mensen die daar naartoe gaan. Dat ze niet het halve Leidseplein ombouwen. Maar even concreet, als de SP het zeg maar voor het zeggen zou hebben. Waar zouden jullie dan voor gaan? Ja, dan gaan we voor het Leidseplein. Toch wel weer proberen? Nou ja, op termijn moet je dat uiteindelijk is het ook burgemeester Van der Laan die daar een besluit in moet nemen. Ja, natuurlijk. Ook dat. Maar volgens mij zou hij ook, het is ook in Amsterdam, maar volgens mij zou hij het liefst ook op het Leidseplein zien. Maar laten we eerlijk zijn, het is niet altijd even fraai geweest de afgelopen keren dat het wel op het Leidseplein was. Mm-hmm. Maar goed, als de competitie zo doorgaat, dan kunnen ze vrij rap weer een keer oefenen met een huldiging, geloof ik. Ja. Wat jou betreft, hoe sneller, hoe beter weer proberen, of niet? Ja, maar dan moeten er wel van tevoren hele duidelijke afspraken ook met supporters gemaakt worden en met de harde kern. Dat ze ook, ook elkaar in de gaten houden. Ik bedoel, natuurlijk zal er ook politie zijn. Maar supporters en vooral de harde kern, die zullen ook de verantwoordelijkheid moeten nemen om raddraaiers, gasten die erop uit zijn om zo'n huldiging te verpesten, zelf aan te pakken. Dus niet afwachten tot een agent iets doet. Weet je, je bent er allemaal als supporter en iedereen wil die huldiging daar. Op het moment dat je het dan weer een keer gaat proberen, ja, dan ligt bij hun ook de zware verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het daarna niet weer de komende 10 jaar op het parkeerterrein is. Ja. Steven, wat zou jij zelf willen? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het op zich geen verkeerd idee vind om het bij de Arena te hebben, puur om de locatie. En stel dat Ajax thuis speelt, dan is het natuurlijk een goede plek. Maar wat mij betreft het is qua sfeer. En dan moet iedereen inderdaad, wat Peter ook zegt, wel gewoon normaal doen. Ja, dan precies. Is het Leidseplein natuurlijk wel voor Ajax en Amsterdam een goede plek. Ja. Oké. Okay. Heb je nog andere punten, Steven? Oh, Harold, wat wil je zeggen? Nou, hier zit iemand. Die duikt nu weg. Die wil niet ervoor, maar die is daar. En die vraagt zich af, wat gaat de SP doen voor kinderen? Oh. Jee, dat is breed, zeg hij. Alle mensen, wat gaan we doen voor kinderen? Voordeel van zo'n brede vraag is dat ik er zelf een paar dingen uit kan pakken. We zijn er ondertussen, ik begin wel heel erg benieuwd te worden wat er achter dat kussen gebeurt, sorry. bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten, dat er in ieder geval genoeg buitenspeelruimte is, vind ik heel erg belangrijk. We hebben het net al even gehad over sportvoorzieningen voor jongeren, vooral minima jongeren. Wij zijn er op termijn ook al voor dat je bijvoorbeeld wat minder van het systeem naar buitenspeel zou, maar dat je wat meer met alle bijvoorbeeld naar een voorschool zou gaan. Dat je daar allerlei kinderen uit de wijk, dat die daar elkaar al tegenkomen. Moet elk kind al vanaf zijn tweede naar school in jullie voorschool, zoals dat heet? Nee, dat gaat nog een hele tijd duren. Maar idealiter zou je wel mensen uit dezelfde wijk samen. En of het dan een kinderdagverblijf of een kinderopvang of een voorschool is, weet je, welke naam je het geeft. Maar het zou wel goed zijn als kinderen, zeker kinderen met een leerachterstand, daar al vroeg mee beginnen, ja. Zeker. Ja. Nu woon ik op Eiburg en heeft de SP... Ja, dat was me bekend, geloof ik. ...tegen het Johan Cruijffkoord gestemd, waar heel veel kinderen heel fijn speelden. Wat is jouw persoonlijke mening daarover? Ja, zoals ik net al zei, vind ik het doodzonde dat Johan Cruijffkoord daar niet meer is. Tenminste, niet meer op Eiburg is. Er waren heel veel problemen met die locatie. Buurtbewoners die er last van hadden. En ja, kijk, als niemand in de buurt, als een meerderheid van de buurt zo'n ding niet wil, dan kun je hem wel tegen de wil van mensen daar neer gaan zetten.
Maar dan vind ik wel dat je had moeten kijken of hij niet ergens anders op Eiburg had gekund. En nou ja, je hebt net het stuk over de sportvelden ook al gehoord, denk ik. Nee. Vincent is gaan liggen. Nee? Vincent gaat nu ook echt hangen. Nou ja, ik moest in de slaapkamer gaan zitten, want mijn vriendin is gewoon zijn vrouw aan het kijken. Waarom doen we dat niet met z'n allen eigenlijk? Maar goed, ja. Mag ik nog een vraag stellen? Je bent er nou toch? Ja, Peter, ik lees altijd dat de SP tegen de hondenbelasting is. Waarom eigenlijk? Ja, nou ja, omdat je met z'n allen gewoon belasting betaalt. En nou ja, weet je, je wordt als hondeneigenaar sowieso geacht om de troep van het beest op te ruimen. Waarom zou je dan ook nog belasting voor het beest betalen? Nou ja, misschien toch een beetje vervuiler betaald, hè? Ja, dat zeg ik. De vervuiler hoort die vervuiling gewoon op te ruimen. Maar dat gebeurt er bijna nooit. Ja, anders kan je een boete krijgen. Ik bedoel, we doen ook geen fietsenbelasting omdat er heel vaak mensen door rood rijden. Ja, dat mag ook niet, maar het gebeurt ook best vaak dat mensen wel door rood rijden. Maar ja, dan ga je ook niet een belasting op elke fietser heffen. Maar wat jij nu zegt eigenlijk is, daar zou dus geen belasting op moeten zijn. Want dat zou dan beter gecontroleerd moeten worden. Ja. Maar dan heb je dus weer bijvoorbeeld politie-inzet nodig die je veel beter op andere plekken misschien kwijt zou kunnen. Ja, klopt. Ik zou er ook niet erg voor zijn dat er hordes politieagenten op zoek naar honden gaan die een keer... Maar, ja, bedoel... maar honden stond wel echt een van de allerbelangrijkste thema's aan in Amsterdam. Het is verschrikkelijk irritant. We hadden afgelopen zondag een campagne bij Enkels in Osdorp. Dat was alweer een zondag een week geleden trouwens. En ik was bezig met het neerzetten van een paraplu. Je doet twee stappen naar achter en je staat er weer middenin. Het is smerig, het is ranzig en je hoort het gewoon op te ruimen. Ja, maar dat gebeurt dus niet, maar wat moet er gebeuren? Ja, dat verhaal wat ik net over veiligheid en over agenten zei, die wat meer in de buurt rondlopen, dan zie je dat soort dingen ook. En dan kan je, weet je, en zeker als je de mensen in de buurt een beetje kent, dan weet je wel of het iemand is die een keer een zakje vergeten is. En die zegt van joh, regel het de volgende keer en kom zo even terug. Of dat het diegene is die elke keer gewoon zijn hond maar los laat lopen en die eigenlijk het wel prima vindt dat hij het zelf niet op hoeft te ruimen. Nou, die geeft dan een boete. Ja, en wie gaat dat doen? Wie gaat die boetes geven? Zo'n wijkagent die over straat loopt. Ja, ja. Die wil je de hele dag in de wijk hebben. Dus die, ja. Weet je, die kent mensen ook. Denk je dat dat kan, Vincent? In een ideale wereld? Misschien wel, maar in het echt? Ideale wereld wel. Dan ben ik daar ook weer achter. Dankjewel, Peter. Hey, graag gedaan. Veel plezier met Gooise Vrouwen. Ja, ik zie er dus niks van, want ik doe aan de Google mee. Zullen we eens even kijken hoe we ervoor staan inmiddels? Hoe is het met de kijkers, Guido? Het gaat door het dak. 52 al. 44 of 44? Nou, dat is toch... Dank je. Oké. Okay. Nou, misschien... We kunnen nog een rondje maken langs de zittende deelnemers. Er is vast wel iemand die een vraag wil stellen. Zeker. En de mensen die aan het kijken zijn, u kunt meedoen. Dus als u nu aan het kijken bent, denk ik heb toch nog een vraag. Of een prangende kwestie, een opmerking, een toejuiching of een punt van kritiek. Terwijl ondertussen ik nu niet meer te zien ben, mag mij niet uitnodigen. Het is allemaal experimenteel. Je krijgt er weer een terug. Kunt u dat doen door deel te nemen. Doe dat vooral. Zijn er nog prangende vragen bij de mensen in de hangar? Bijvoorbeeld Harald. Je had het net over kinderen en je hebt één thema aangehoord. Wat vind je zelf nog meer belangrijk, Harald? Nou, ik wil wel eens weten even wat persoonlijks. Welke leuke band heeft Peter de afgelopen jaren in Amsterdam gezien live? Even kijken. Ik was 2 dagen geleden nog in de Melkweg bij Danny Brown. Dat is een Amerikaanse hiphopper. Dat is niet waar ik gebruikelijk naartoe ga, maar ik had toevallig een vriend van mij had die cd aangeraden. Die vond ik heel erg vet. Dus daar ben ik naartoe geweest. En wat ik... Ik ben een paar maanden geleden in de Winston Kingdom, naar Fucked Up geweest, Canadees punkbandje. Dat was heel erg leuk. Eerste pub waar ik ooit ben uitgezet. Waarom was dat? Ja, ik wou net zeggen, wat had je gedaan? Ik heb 2 jongetjes van 11 meegenomen voor een concert wat ze leuk vonden, maar dat mocht niet. Ik wou net zeggen. De jongetjes zijn nu 13 en die gaan nu mee naar Heineken Musical. Dat dan weer wel. Oeh. Maar wat vind je van het cultureel beleid, Harald? Wat betreft bandjes en dat soort dingen? Moet het losser? In welk opzicht losser? Nou ja, bijvoorbeeld langere openingstijden of meer subsidie naar... laten we zeggen, de Melkweg gaat niet zo goed hè, de laatste tijd. Moet daar veel geld bij in jouw ogen of niet? Beter programmeren? Ja. Ja, dat... ja.
Ik ben het wel met Harold eens dat de laatste jaren de Melkweg wel steeds veiliger is gaan programmeren. Ja, ik bedoel, ik ga er niet over wat zij in hun zaal zetten, maar het zijn vaak wel... Ze lijken soms wat minder experimenteel te zijn dan dat ze een paar jaar geleden waren. Maar ja, goed, dat is ook een kwestie van gewoon de zaal vol moeten krijgen natuurlijk. Ja. Ja, maar stel je nou voor dat het niet lukt met de Melkweg. Ja. Het is toch een soort van icoon. Zeker. In Amsterdam. Ja. Wat moeten we ermee doen? Nou ja, in ieder geval er heel erg voor zorgen dat het wel lukt. Want het is niet alsof we nog een potje in de vrieskist hebben staan. Waar we nog 5 miljoen hebben liggen voor als er problemen zijn bij de Melkweg. Ja. Maar ja, ik bedoel, Er komen toch nieuwe zaken komen op. Dan komt er alweer een kraakpand waar ineens hartstikke leuke dingen worden georganiseerd. Dan komt er een kraakpand, Harold, dat mag niet meer toch? Nou ja, ze bestaan nog steeds. Ja. Ja, kijk, er zullen ongetwijfeld, er is Amsterdam levendig genoeg voor, er zullen sowieso wel nieuwe dingen blijven opkomen. En er is geen enkel instituut in Amsterdam wat je ten koste van alles moet redden. Maar een beetje je best doen voor de iconen van de stad, dat mag ook wel, denk ik. Ja. Maar uiteindelijk moet je toch dat loslaten dat zo'n icoon nog steeds moet leven aan de subsidie... Het subsidieinvies van de gemeente Amsterdam? Nou ja, zo weinig mogelijk inderdaad. Maar als je dan landelijk beleid uit Den Haag krijgt, wat bijvoorbeeld de belasting op popkaartjes omhoog gooit, terwijl de landelijke cultuursubsidies ook nog eens een keer naar beneden gaan in tijden van crisis waar mensen al wat minder te besteden hebben. Ja, dat bedoel dan, je moet instellingen ook de kans geven om op eigen benen te staan. En dat doe je niet door ruksigloos van alles weg te slaan en dan maar kijken of ze blijven staan. Laat ik het zo zeggen, dat had ik als ik in Den Haag... minister van Cultuur was geweest, iets zorgvuldiger aangepakt. Maar ja, over 20 jaar. Wat zei je? Over 20 jaar. Steven? Ja? Heb jij nog andere dingen behalve Ajax die jou interesseren in Amsterdam? Ja, het gaat toch ook weer een beetje over voetbal. Er is de afgelopen jaren... ik ben lid van AFC al 17 jaar lang. En ik weet niet of je de kwestie kent dat ze op de Zuidas zitten en dat ze daar weg moesten. In elk geval van, volgens mij was het GroenLinks. Mm-hmm. En, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, in hoofdlijnen, maximaal. Dus ik hoop dat je niet een opgedetailleerde vraag hebt. Ik heb het meegekregen. Maar... Het gaat erom dat AFC die zou weg moeten, maar dat was al vanaf volgend jaar. Maar er was nog niks nieuws georganiseerd. En ik vroeg me af, ja, kijk, het is experimenteel, ik moet een vraag stellen. Zeker. Dus ik dacht, misschien weet jij er meer vanaf en misschien vind je er wat van. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet het niet in detail. Ik bedoel, sportfaciliteit in het algemeen, dat zeker nog een heel stuk over kunnen vertellen. Maar ik vrees dat jij heel specifiek om een antwoord op AFC zat te wachten. Ja. En die Zuidas, daar kwamen we ook even langs. Ja. Want... Daar gaat het vrij goed natuurlijk. Andere kantorenparken lopen leeg of staan leeg. Terwijl de Zuidas maar doortimmert. Ja, meer dan 1 miljoen lege vierkante meter. Is dat een goede ontwikkeling volgens de SP op deze manier? Is dat nou eenmaal een kwestie van marktwerking? Of, ja? Kijk, het is heel dubbel. Aan de ene kant zou ik liever niet zien dat op het moment dat er nog zoveel leegstand is aan kantoren, dat er maar bijgebouwd wordt. Aan de andere kant, op het moment dat dat nou eenmaal gebeurt, dan kan je ook zeggen voor bestaande kantorenpanden, bouw die om naar bijvoorbeeld studentenwoningen of allerlei andere soort woningen. Ja. Het blijft lastig om dat helemaal om te bouwen. Er gaat gewoon behoorlijk wat werk en geld in zitten. Maar zeker voor langzaam ter ziele gaande bedrijventerrein, waar eigenlijk steeds meer leegstand is, is het wel een goede manier om eindelijk wat te doen aan die wachtlijsten die er ook nog steeds voor studenten zijn. Maar dan, het staat ook niet expliciet in jullie programma, hè, wat je daarmee wil met die leegstaande kantoren. Nou, zoveel mogelijk ombouwen. Jawel, oké. Ja, maar ja, goed, dan moet een eigenaar ook mee willen werken. Ja. Ja. Uiteindelijk kunnen wij niet zeggen, het is nu van ons. Het is eigenlijk maar goed ook dat je dat als overheid niet zomaar kan zeggen. Oké. Vincent, misschien jou nog de laatste, want we zijn inmiddels een dik uur onderweg. Echt waar? Ja. Gaat hard. Ja, gaat heel snel, hè? Nou ja, stel dat jullie echt het college ingaan, wat moet dan echt geregeld worden? Oh, niet zo hard niet lachen, maar lacht iemand heel hard. Het kan natuurlijk gebeuren, maar wat gaan jullie nou echt regelen? Wat gaan we nou regelen? Nou, we stoppen sowieso met de verdere afbraak van de sociale huursector. We zorgen ervoor dat het niveau van de zorg echt op peil blijft. Dat mensen in Amsterdam echt de zorg krijgen die ze nodig hebben. Niet zoals de afgelopen jaren dat er in één keer
een bedrijf wegvalt of dat nou ja, zorginstellingen vier communicatiemedewerkers aannemen in plaats van extra personeel. Dat zijn twee dingen, hè? Dat zijn goede dingen. Dank je. Maar dat kost natuurlijk geld. Waar gaat het mis, zeg maar? Waar gaat de belasting omhoog? Het is waar wordt ingestrapt? Nu dus op onze... Oh, Geert. Hallo, Geert. Hallo. Hi, Geert. Hallo. Sorry, Vincent. We willen het gaan afronden. Bedankt voor je bijdrage. Nee. Top. Nee, maar ik had nog wel even één vraag. Mensen zijn natuurlijk wel echt bang dat de belasting omhoog gaat, zo gauw de SP aan de macht komt. Is dat een reële angst? Nee. Ja, nee, volgens ons kan je een hele hoop dingen doen zonder dat die lokale lasten verder omhoog moeten. Dus nee, dat is niet een hele reële angst. Dat is het kortste antwoord op je vraag, denk ik. En de OZB bijvoorbeeld, onthorend zakenbelasting? Ja, weet je, er zijn een hele hoop verschillende belastingen in Amsterdam. En het zou kunnen dat je doordat je de ene wat verandert, dat je de andere ook wat verandert. Maar over het algemeen gezien denken wij niet dat je de belastingen... verandert, dat verandert. Dan verlaag je de ene en de andere. Even met evenveel ook. De belastingen gaan sowieso niet omhoog. Gaat weg? Volgens mij hoeven de belasting... Ja, de hondenbelasting gaat weg. Dus iets anders moet omhoog. Nou, dat gaat over zo'n klein bedragje. Ik denk pak hem een beetje aan, Menko, want dit... Ja. Wat zei je? Pak hem een beetje aan. Nou ja, we hebben het al eerder over gehad. Ja, het is zo, er is... Volgens ons hoeven de lokale niet omhoog over het geheel. Ja, top. Kijk. Ja. Oh, wat fijn, wat fijn. Queen Martha, even kijken of we contact hebben. Ja, ik zie een mooie foto, maar ik weet niet of misschien is het een stilstaand... Hallo? Mevrouw Martha? Hallo? Hi. Bent u ook Amsterdamse en volgt u de discussie met veel genoegen? Absolutely. Oké. Okay. Oh, hi. Should we talk? Ze klinkt alsof het wel naar de zin heeft. Nou, dat klinkt, kunt u het wel verstaan als ik gewoon Nederlands met u praat? Subscribe to Queenie Martha on YouTube. Haha, oké. Okay. Ja, wel weten wat het precies is. We zien er niet heel veel van. En dat was ze. Oké. Okay. Ja. Een soort webcam moment. Hij werd zo populair dat die spamaccounts nu al... Ja, daar gaan ze. Ja, precies. Geert, had jij nog iets toe te voegen aan deze discussie? Nou, ik haak echt net in. Dus vergeef me een beetje als we het hier al gehad hebben. Maar Peter. Ja? Je bent natuurlijk nogal op social media's. Kunt u het wel verstaan als ik gewoon Nederlands met hem praat? Namen? Hello, iemand is volgens mij of zo. Wat achterstandige... Vinny. Ja, Geert, ik verloor je een beetje bij... je bent natuurlijk nogal van. Dus ik weet niet wat je nu gaat zeggen. Ik ben wel een beetje bang. Kan ik gewoon even opnieuw beginnen met de vraag dan? Is goed. Ik zei, je bent natuurlijk nogal van de social media, Twitter met name. In jouw gewoon persoonlijke optiek speelt social media een belangrijke rol in de campagne van je Twitter? Nou, kijk, wanneer je het over Twitter hebt, moet je niet de illusie hebben dat je elke Amsterdammer daarmee bereikt. Ik bedoel, er is maar een beperkt aantal gebruikers, Harald onder andere, die zich daarmee bezighoudt. Maar ja, ik vind het een ideale manier om af en toe eens een keer snel wat te horen van mensen. Om eens een keer wat terug te horen van of iets goed gaat of niet. Om eens een keer de huid volgescholden te worden als ik naar hun mening wat verkeerd doe. Plus dat het bovendien ook gewoon best leuk is. Blijf je het ook op dezelfde manier gebruiken? Stel, je mag de raad in uiteindelijk? Dat hoop ik wel, ja. Ja, dat is wel het leukst. Ja. Ik bedoel dat... Nou, tot nu toe heb ik het altijd met veel plezier op zo'n manier gebruikt. Dus dat wil ik ook wel zo blijven doen, ja. Oké. Okay. Misschien af en toe een beetje op mijn taalgebruik letten, maar... Nou, helemaal als je de raad in mag. Maar zijn er, los van jezelf misschien, andere raadsleden, kandidaat raadsleden, waarvan je zegt, nou, die zou ik als ik op Twitter zat en ik volg ze nog iets zeker doen? Als je mij al volgt, dan ben je al een heel eind natuurlijk. Ik zit even te denken wie er heel enthousiast twitteren. PvdA niet zo heel veel. Ja, maar ja, Ruigerop twittert inderdaad af en toe wel. Ik vind dat Erik van den Burg voor een wethouder best wel goed twittert. Je moet natuurlijk ook allemaal Laurens Ivens volgen. De lijsttrekker van de SP in Amsterdam. Daniel van der Rey. Daniel van der Rey is inderdaad VVD die vrij actief twittert.
Gaan we nu iedereen opnoemen die op Twitter zit? Of, ja, volgens mij heeft AT5 heeft een hele mooie lijst gemaakt. Met alle twitterende kandidaten. Oké. Okay. Wie heeft wel de inhoud op Twitter? Ik natuurlijk. Oh ja, heel goed. Nou, misschien kunnen we nog afsluiten met een tweet opmerking van jou. Je zei laatst dat je een acute loyaliteitscrisis had omdat bij een SP-congres Coldplay werd gedraaid. Ja, ja. Wat kunnen we verwachten in de verkiezingsnacht in Amsterdam mocht de SP winnen? Want daar heb je natuurlijk wel enige invloed op. Nee. Wat zou het moeten worden? Een groot misverstand dat ik daar invloed op heb. Wat zou het moeten worden? ik hoor Harald als Slayer roepen. dat lijkt me best een aardig idee. Even kijken hoor. Als ik iets zou mogen uitkiezen... Down to Nothing, maar dat is een hele obscure hardcore band uit Virginia, die maken heel veel herrie. Dat is als je zetels wint of heel veel verliest? En dat kan altijd, okay. Dat is het voordeel. Ja. Maar ik vrees dat het dan wel al een beetje leeg moet zijn in de zaal, want ik denk dat ik mijn partijgenoten er geen plezier mee doe. Oké, nou dan met de SP Down to Nothing, daar gaan we toch maar mee afsluiten. Ja, ik vond... ja in de realiteit wens ik je in ieder geval alle succes, net als ik alle kandidaten, raadsleden natuurlijk veel succes wens, Peter. Maar ik ben je in ieder geval zeer erkentelijk om ons eerste proefkonijn te willen zijn in deze bijzondere aflevering van Hang en Met. Morgen zijn we weer terug, dan hebben we Marijke Sjashavari van het CDA. Iedereen die meegedaan heeft, bedankt. Harald, bedankt. Ik kan jullie eigenlijk persoonlijk wel bedanken. Geert, bedankt. Steven, bedankt. Vincent, bedankt. En het hele team hier, bedankt. Guido, Robin. Steffi natuurlijk, ja, die heeft heel lang volgehouden en is inmiddels... Die beet de spits af. Ja, die heeft het fantastisch gedaan. Dat was de eerste vragenstelster. Morgen zijn we dus weer terug. Harald, ik zie je dan vast weer. En, wat ga je als AT5-reporter nu zelf stemmen? Ben je overtuigd om Peter Quint? Ik laat me nog even leiden door de andere discussies die ik nog ga meekrijgen de komende tijd. Dus, jij het hem nog een keer op de laatste aanbod? Ja, dat hou ik nog heel even voor me. Maar ik ben nog zwevend, moet ik eerlijk zeggen. Dus, D66 dus. Misschien, dat is dan wel weer een kwestie. Als je het dan echt niet weet, dan kan je altijd nog D66 zeggen. Oké, nou, laten we daar maar mee afsluiten. D66 komt ook nog volgende week, die mogen dat dan gaan... Mag ik nog één klein vraagje stellen aan Peter? Ja, hij is de baas. Nou, vraag naar Steven. Hou je een beetje van gourmet of niet? Gourmetten? Nee, ik ben vegetariër. En dan zit je toch vaak een beetje met zo'n klein pannetje met drie uierringetjes en een stukje prei. Ja, ik ben niet zo fan van gourmetten, nee. Ja, nee, dat is heel jammer inderdaad. Nee, dan, is dat de stem verloren dan, Steven? Ik moet zeggen dat ik wel van gourmetten hou, ja. Nee, ik hou wel van barbecue, dat vind ik wel leuk. En dan een paprika erop. Ik ben dan die vegetariër die voor de rest voor de ander al het vlees staat klaar te maken, omdat hij het gewoon leuk vindt om fikkie te stoken stiekem. Dat dan weer wel. Nou, toch nog een beetje. Bedankt allemaal. Tot morgen, 8:30 zijn we weer bij u. En ook de mensen die niet hebben deelgenomen, wel hebben gekeken. Fijn dat u keek naar deze primeur. Tot morgen.